Martijn Bartho, hoe zou je deze overwinning uh, willen omschrijven? Ja, dat is lastig uh, in één woord denk ik, maar het is een uh, prima overwinning tegen een, uh, tegen een concurrent. Er komen nog een aantal wedstrijden, dus uh, we zijn er nog niet, maar voor het gevoel is het wel heel lekker. Jullie komen uh, vlak voor rust op een uh, 1-0 achterstand, um, daarna, vijf minuten in de tweede helft, is het uh, 2-1. Ja, maar, uh, wat ons in de eerste helft niet lukte, uh, een paar goede aanvallen op de mat legden. Dat uh, lukte de tweede helft wel en ik ben blij dat ik uh, het eindstation was en dat ik uh, twee keer doeltreffend was. Dus uh, ja, dat is prima. Nou, je zegt het al, jij was het eindstation van hè, uiteindelijk uh, twee mooie aanvallen. Ja, inderdaad. Uh, goede, goede loopacties, onder andere van Xander, die hem uh, prima het overzicht houdt en prima voorlegt. Uh, ja, waardoor ik uh, twee keer kon scoren. Uiteindelijk bleek het uh, nog eventjes bijna niet genoeg te zijn. Maar gelukkig was daar ook uh, Crowley nog met een doelpunt. Dus uh, stappen we toch nog winnend het veld af. Ja, want jullie komen op 2-1 voor na die vijf uh, minuten in de tweede helft. Dan lijkt alles aardig onder controle. En uh, ja, je kijkt één keer de andere kant op, bij wijze van spreken. En het is 2-2. Ja, ik denk dat we uh, goed speelden. Alleen uh, ja, het is inderdaad maar 2-1. Dus uh, nou ja, heel erg logisch verhaal is dat als zij erin scoren dat weer gelijk staat. Dat is ons vaker gebeurd, uh, helaas deze competitie. Maar uh, nogmaals, uh, kijken wat er goed ging, kijken wat er fout ging. Maar blij zijn met, uh, met de drie punten. Er zijn inmiddels, uh, waar jullie er een van zijn, vier teams met 43 punten. Een team uh, Den Bosch met 44 punten. Uh, het wordt een heel rekenwerk of is het gewoon kijken over zes uh, wedstrijden waar jullie staan? Ja, rekenen heeft niet zo heel veel zin als je met vier ploegen op dezelfde plek staat. Uh, en nog een aantal wedstrijden tegen directe concurrenten. Dan gaat het gewoon van, van wedstrijd naar wedstrijd. En uh, die moet je winnen en dan zou het uiteindelijk blijken uh, waar dat recht op geeft. En dan zijn dit wel hele lekkere punten. Nou, inderdaad, het is uh, nagenoeg ook een concurrent. En uh, ja, zeker belangrijke punten. Op naar de volgende concurrent vrijdag. Klopt.